Ik vind het altijd heel teleurstellend dat zo'n grote trainer, als ik hem op tv zie bij onze collega's, dat hij eigenlijk nooit iets interessants te melden heeft. Het is altijd maar een beetje prietpraat en nooit een uitspraak. En nu voor het eerst van zijn leven heeft hij een meninkje. Ja. En dat ook nog de mening van het volk. Hè, van, het was niet om aan te gluren, resultaat wel goed, maar niet om aan te gluren. En op dat moment krijgt hij twee draaien om zijn oren. En Bert van Marwijk speelt met Oranje de Sterren van de Hemel. Dus het was ook een samenloop van omstandigheden. Ik heb ook bij Guus altijd het idee, als ik hem zie zitten op tv, dan zit die Mario ernaast en die zegt dan van, nou, als je dan je backs iets naar binnen laat, dan kan je buitenspelers kunnen dan achterlangs komen. Als je dan minder ruimte tussen je linies zou, waardoor je zeg maar compact kan spelen, dan heb je weinig balverlies, waardoor je sneller aan de bal kan komen. En dan zie ik die Guus echt zo zitten naast hem van, nou, morgen nog boodschappen doen. even mijn zeilboot ophalen, vol tanken. Kijken waar ik ga lunchen, dat is wat hij denkt. Ja. En dan zit die Mario, die zit te lullen naast hem, joh. Van, en als je dan zeg maar dicht bij je 16 speelt, dan kom je sneller aan de bal. En dan zit die Guus, denk je, dat zal wel, joh. En dan op een gegeven moment zie ik die Tom Mechbes en die zegt dat tegen Guus. Guus, wat vind je van Mario's verhaal? En dan zegt Guus, goed. Gelijk. Ja. En dan denk ik, dat is ook lekker, die Guus, weet je wel. Maar dan vind ik ook weer iets grappigs hebben. Ja, maar goed, dat krijg je ook als je zoveel media... Want ik kwam er dus achter dat hij in zijn Telegraafcall op de dag voor de finale had. Ging allemaal.